Ik ga weer even lekker GTA spelen. Ik heb namelijk op GTA wat gedaan en ik heb nu heel veel muntjes. Dus laat het maar even lekker regenen, kom maar. En aangezien ik nu heel veel geld heb op GTA, dacht ik, laat ik een serie. Misschien gaat het serie worden, het ligt in jullie support. Maar in deze video gaan we in ieder geval een auto van een YouTuber, die gaan wij namaken. En dan gaan we er even lekker mee racen. Weet ik voor wat we er allemaal mee gaan doen, we gaan het wel zien. Maar heb je er nog zin in, smash dan zeker even je blauw duimpje omhoog. En abonneer ook op mijn kanaal. En laat even weten welke auto ik de volgende keer moet doen van welke YouTuber. En als ik het ga doen, dat ligt aan jullie support. Dus laat even een like achter op deze video. Abonneer even op mijn kanaal. En even een leuke comment. En als je dan toch bezig bent, volg me even op Instagram. Mijn Instagram staat in de beschrijving. En dan gaan we naar GTA. En dan gaan we even die auto kopen. En we zitten in GTA in mijn heerlijke penthouse. Kijk eens, jongens, wat een lekker uitzicht. Kijk, dit is toch genieten. En ja, ik heb zeg maar best wel genoeg geld om heel veel auto's te kopen. En dat heb ik gisteren ook gedaan. Dus voordat wij de auto gaan bestellen, die we gaan pimpen, ga ik jullie even mijn geweldige garage laten zien. En daar zitten wij dan in mijn geweldige garage. We hebben hier een mooie auto, hier een mooie auto. We hebben dus heel veel mooie auto's. We hebben genoeg geld. En ik denk dat dit op dit moment mijn favoriete auto is. Maar we gaan even lekker in de auto zitten. En dan gaan we even naar ons mobiel. En dan gaan we natuurlijk de auto bestellen waar het over gaat. Jullie weten waarschijnlijk al waar het over gaat. Je hebt het in de titel gezien. Maar dan moeten we hem even gaan zoeken. Want het gaat namelijk om de Lamborghini Urus. En daar staat hij. Oh, $500.000. Nou, ik heb geld genoeg. Dus let's go. Order. Yeah. We hebben de auto besteld. De auto wordt hier geleverd. Dus we gaan er even heen. Cruise, even lekker vliegen. Ah, au. Oké, ik heb meteen al een ongeluk veroorzaakt. Sorry, laat me even met rust. Ah. Ja, jut. Er staat hier trouwens een online speler. Oké, sorry voor jou, auto. Niet meer doodschieten, alsjeblieft. Ah! En we zijn aangekomen bij de garage waar de auto staat. Hallo meneer, mag ik naar binnen? Ja? Oké, dankjewel. En we zijn hier in mijn volgende garage. En hier zien jullie meteen allemaal andere auto's. Leuk. Maar we gaan natuurlijk even naar de auto die we net hebben gekocht. Want die gaan we even lekker pimpen. Dat moet even lekker een mooi autootje worden. En de kleur die Enzo op dit moment heeft is volgens mij blauw. En de auto is nog niet geleverd. Oké. Nou, dan gaan we even lekker wachten. Oh, hij is geleverd, hij is geleverd. Oh my god, hier staat die de Lamborghini Urus. Oh mijn god, wat een mooie auto. Alleen, we moeten hem nog even gaan pimpen. En ik weet wel een leuk dingetje aan het einde van de video's. Als ik klaar ben met de auto pimpen, mogen jullie even gaan bepalen hoe goed ik het heb gedaan. Een cijfer tussen de 1 en de 10. Hoe dicht ik in de buurt ben van Enzo Knol zijn Lamborghini. Dus laat het zo even weten in de comments. Eerst gaan we even lekker naar de modshop rijden. Let's go. Au. En we zijn aangekomen bij de modshop. Oh, wat lekker dit. En er zitten mensen achter mij aan. Hallo, wat gaan jullie doen? Nou, laat mij hem terug, alsjeblieft. Laat me hem terug. Oké, we zijn binnen. Hopelijk gaan ze me niet opwachten. En dat ik naar buiten kom, dat meteen poem, mijn Lamborghini kapot is. Maar we beginnen even met armor. Die gaan we natuurlijk allemaal even lekker volkopen. Weet je, hij moet natuurlijk wel even lekker kunnen racen. Oh, de uitlaten. Oké, we gaan beginnen met de uitlaten. En voor de mensen die niet weten trouwens hoe de Lamborghini van Enzo eruit ziet. Nou, hier is even een foto. En als achterkant heeft hij dus uitlaten aan de zijkant. En die zijn zwart. Oké, dan gaan we deze even kopen. We komen al aardig in de buurt. Nee, eigenlijk totaal niet. Oké, de voorkant van Enzo is de Lamborghini. Het ziet er ziet het er... Ja, zoiets ongeveer. Kan ik de onderkant een kleur krijgen? Nee. Dus even kijken. Hij heeft geen carbon. Dus we gaan gewoon even lekker voor deze. Ja, deze lijkt er wel op. En dan de grill. Eens even kijken. Deze is het in ieder geval niet. Laten wij voor deze gaan. Deze lijkt er best wel op. En dan de hoed. Heeft Enzo iets op zijn hoed? Ik ben af en toe aan het kijken op mijn computer, hoor. Anders werkt het ook niet meer. Het is een soort van voorkant die een klein spleetje in zit. Dus ongeveer dit. Alleen dan zonder die gaten. Bestaat dat? Nee, dat bestaat niet. Dan gaan we gewoon even lekker voor een normale. En dan de hoorn. Welke gaan we kiezen? Ja, waarschijnlijk heeft Enzo gewoon een normale. En dan komen we nu bij livery. En Enzo heeft op dit moment niks. Maar we gaan... Wat is dit? Heeft Enzo dat? Nee, die flap heeft Enzo niet. We komen nu aan bij respray. Maar die gaan we straks doen. We gaan eerst even naar roof. Enzo heeft niks op zijn dak. Ik ben eigenlijk naar spoiler toe. Ik zie wel dat hij een kleine spoiler heeft. Heeft hij een skirt? Skirt! Oké, we zijn bij de spoiler. En Enzo heeft een klein flapje. Die in de kleur van zijn auto. Dus ongeveer dit. Trouwens. Letterlijk wat de normale is wat Enzo ook heeft. En dan de lower spoiler. Heeft Enzo dat? Ja, dat steekt een beetje uit. Dat is eigenlijk ook gewoon precies hetzelfde. We gaan hem gewoon lekker zo houden. Suspension. We zetten hem lekker heel laag. Ik weet niet of Enzo dat heeft, maar dat vind ik zelf wel cool. Oké, nu komen we bij de belangrijke dingen. Want we komen aan bij de wheel. En Enzo die heeft ongeveer... Even kijken. Gewoon best wel simpele velgen. Eens even kijken. Ik denk dat Enzo zoiets heeft.
zoiets. Dus we gaan gewoon even lekker deze kiezen. En dan gaan we naar wheel color. En dan zwart. Ja, Enzo is zwart. Hè. Alleen wat een beetje naar is. Enzo die heeft dus gele remblokken in zijn Lamborghini. Maar die kan je dus niet veranderen in GTA. Door natuurlijk het getinte raam heeft Enzo ook. Maar die remblokken die kan ik dus niet geel maken. Dat is wel heel naar. En aan de zijkant van de auto zie je een of andere rare streep. En die kan je dus ook niet weghalen. Dus dat is ook wel een beetje jammer. Maar we gaan even naar... Dus even kijken. Respray. Primary color. En dan gaan we naar metallic. En waarom metallic? De kleur van Enzo die is een beetje blauw. Maar allemaal glinsters erin. Een soort van witte glinsters. Dus we gaan eerst even de kleur blauw maken. En daarna gaan we wat anders leuks doen. Oké, we zijn aangekomen bij blauw. Dit is niet de blauw die Enzo heeft. Dit ook niet. Dit ook. Deze komt best wel in de buurt. We gaan even verder kijken. Wow. Nee, dit is te licht. Ik denk dat het deze kleur is. Ja, maar we gaan hem nog iets lichter maken. Secondary color, die gaan we natuurlijk ook even blauw maken. Hoppakee. En nu zie je dus heel duidelijk die streep. Dat heeft Enzo niet, maar dat kan ik dus niet weghalen. En dat is zo kut. Trim color, interior. Volgens mij heeft hij dat geel. Ik weet het niet zeker. Dit is even letterlijk uit mijn hoofd. Dus laten we gewoon even lekker voor geel gaan. En dan gaan we natuurlijk naar respray. En dan gaan we naar pearlescent. En hier kunnen wij de auto dus even zo'n witte gloed geven. Kijk. Oh, kijk. Light blue. Nee, we gaan hem even wit maken. Ja, als ik nu ice white eroverheen doe, dan komt er zeg maar zo'n soort witte gloed overheen. En... Enzo heeft het ook, alleen hij is iets donkerder. Dus we gaan even kijken. Net hadden we wel een hele goeie. We hadden een soort van blauwe. Die heette light blue. Light blue. Hier, light. Nee. Oh, ultra blue. Oké, deze is echt heel cool. Oké, we gaan hem selecteren. En als het goed is, is dan nu onze Lamborghini af. Of nou ja, Enzo's Lamborghini die ik heb nagemaakt. Die is af. Gaan we even naar buiten. En had ik maar zijn auto met het echt. Ik heb mijn GTA. Enzo heeft hem met het echt. Ja. Oké, we zijn buiten. En dit moet dus de Lamborghini van Enzo Knol voorstellen. Alleen de zijkant, die kan dus niet weggaan. Die streep. En de remblokken, die horen geel te zijn. Dus eigenlijk, hij lijkt wel op, maar ook weer niet. Eigenlijk het enige wat is veranderd is dat de kleur blauw is. En hij is een stukje sneller. Maar laat even weten wat jij van de auto vindt. Geef me even een cijfer tussen de 1 en de 10. Of je een beetje lijkt op de Lamborghini van Enzo. En laat ook in de comments even weten welke auto ik de volgende keer moet doen. En ik zit even te denken. Wat is nou iets wat we even kunnen doen wat leuk is? Ik heb geen idee wat wij nu kunnen doen. Wat een beetje grappig is om te doen. Maar laat het even weten in de comments. Want dan kunnen wij het volgende keer gaan doen. Maar we gaan even naar wat andere spelers doen. Misschien kunnen we die even keihard lekker doodrijden. Ja, weet je, ik moet toch iets. Oké, er staat hier iemand op de weg. Nee, auto. Nee, een boom. Trouwens, kom jij eens hier. Kom jij eens bij papa. Kom jij eens hier. Nee. Ik ben dood. Ja. Maar mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke video? Zeg dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Laat even weten welke auto ik de volgende keer moet doen in GTA van een YouTuber. Als de support goed is, gaan we dat even doen. En laat ook even weten wat ik moet doen als ik die auto eenmaal af heb. Ik ben heel benieuwd. En dan bedankt jullie voor het kijken. Zeg dan even een blauw duimpje omhoog. Volg me even op Instagram. Link in de beschrijving. En dan zeg ik even later.